moment bevinden we ons in de familiekamer van de Gulpende Bierbrouwerij. Voor mij een heel bijzondere plek, omdat we hier de geschiedenis van het bedrijf zien. Het feit dat we familiebrouwerij zijn, er hangen hier allerhande schilderijen op van de eigenaren, directeuren. Van een op en top Limburgs bier als Gulpener verwachten heel veel mensen dat het ook alleen in Limburg wordt verkocht. Dat daar het regionale ondernemen ook in of ophoudt. Dat is bij ons gelukkig niet het geval. We maken een bier voor iedereen die daarvan van wil genieten. En dat zijn heel veel Limburgers en gelukkig ook heel veel mensen buiten Limburg. Dat zien we ook natuurlijk aan de samenwerking met Mitra, want die is door het hele land goed vertegenwoordigd. Wat Gulpende Bier zo bijzonder maakt, is dat het enige bier in Nederland is dat 100% Nederlands is. In ons geval dan 100% Limburgs. We halen alle grondstoffen uit de eigen regio. We werken daar eens samen met zo'n dik 60 boeren. Die zijn verenigd in een coöperatie Trilligran. En die telen voor ons alle granen. En dat is voornamelijk brouwgerst, maar ook tarwe, rogge en spelt. En wat ook heel bijzonder is, helemaal kijken naar het Nederlandse klimaat en naar het Nederlandse landschap, is dat wij zelf de hop verbouwen. En dat doen we met Roger Wouters. Wij verbouwen hop voor Gulpener sinds 1997. Toen zijn we gestart met een proefveldje. Dat ging heel goed en in 2003 en 2009 is steeds uitgebreid. En nu verbouwen we bijna 4 hectare hop, waarvan de helft biologisch is. Wij telen bitterhop en aromahop. Samenwerking met Gulpener, dat is een hele korte lijn. Ik heb bijna wekelijks contact met de brouwmeester over hoe het gaat met de hop en wat de wensen zijn en hoe we het precies allemaal moeten afstemmen. Gulpener is vooral belangrijk hier voor het Limburgse landschap, denk ik, en voor onze gemeente. Want het is toch een pilaar in de samenleving aan het worden. Duurzaamheid staat bij bierbrouwerij Gulpener voorop. Je vindt dit terug in het brouwproces en in de werkwijze in de gehele brouwerij. De unieke samenwerking met lokale boeren zorgt ervoor dat er invloed kan worden uitgeoefend op de samenstelling en de smaak van het bier voordat het gebrouwen wordt. Brouwmeester Jan-Willem den Hartog licht dit graag toe. Gulpener maakt Gulpener. Allereerst het feit dat we dat met lokale grondstoffen doen, dus met onze lokale gerst en onze lokale hop. Ten tweede is ons procedé van het maken van de bieren in het brouwhuis, het maken van het beslag, een unieke methodiek volgens een oudere traditie. Een tweemaaise decoctie methodiek heet dat, dat het bier wat krachtiger in de nasmaak maakt. En ten derde zou ik willen noemen dat wij onze bieren niet pasteuriseren. Dat wil zeggen, wij filtreren het bier om zeg maar microbioloog stabiel te maken. Daardoor blijft het bier wat ronder, wat zachter en milder van karakter. Een van de belangrijkste grondstoffen is natuurlijk de gerst. De gerst die groeit hier in de omgeving. De kwaliteit van de gerst die heeft invloed op de smaak van het product. Daarnaast de hop is natuurlijk ook afhankelijk van de bodem en de grondsoort waar die op groeit. En ik heb eigenlijk elk jaar de gelegenheid, op basis van de keuzes van de gerstsoorten die we zeg maar inzaaien, hebben we de invloed om de kwaliteit, of tenminste invloed te hebben op de kwaliteit van de bieren die daarmee gebrouwen worden. Hier hebben we zeg maar een uitgesproken lichte mout. Hier hebben we een uitgesproken donkere mout. Nou, je ziet het kleurverschil. Het verschil is dat deze donkere mout eigenlijk geroosterd is. En dan moet je een beetje bij denken dat die naar koffie ruikt, geroosterd. Deze mout is eigenlijk de belangrijkste, dat deze zeg maar niet geroosterd is. Dat hier zeg maar de enzymen nog met name in zitten die belangrijk zijn om uiteindelijk het bier van te kunnen maken. De kleur van het bier is ook mede afhankelijk natuurlijk van welke mout je gebruikt. Hoe donker het bier, hoe meer zeg maar, van zulke soort mouten erin zitten. En dus de mout is mede bepalend voor de kleur van het uiteindelijke bier. We staan hier in het laboratorium van de Gulpende Bierbrouwerij, de plek waar de kwaliteit van het bier wordt bewaakt. Duurzaamheid is natuurlijk heel belangrijk. Je moet heel zorgvuldig omgaan met je toeleveranciers en in je productieproces. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om het brouwen van een zo smaakvol mogelijk bier. De stap naar duurzaamheid is begonnen bij een overtuiging in de familie. Want de familie, in dit geval de eigenaar van ons bedrijf, die geloofde erin. En die hebben vervolgens een ambitiestatement opgesteld. Dat heet het verbond met de natuur. Dat hebben zij ook ondertekend. En in het ambitiestatement staat
Dat we geloven dat je alleen echt van iets kan genieten als het met liefde is gemaakt. Hoe smaakt een duurzaam bier, gebrouwen met lokale grondstoffen, met zorg voor natuur en milieu en met een groot sociaal karakter? Biersommelier André Kuppen leidt een bijzondere proefsessie. We starten met Château Neuburg. Château Neuburg is genoemd naar het gelijknamige kasteel hier in Gulpen. En vroeger werd er in de winterperiode uit de grachten van het kasteel zeg maar, het ijs gekapt voor de koeling van het bier. Het is een premium pilsner, dat is heel bewust een ondergistend bier. Met een alcoholpercentage van 5,5%. Droog, crispy zou ik bijna zeggen van de hoppigheid. Een heel edel hoparoma met een fantastische doordringbaarheid. Het volgende bier wat we gaan degusteren, dat is een korrelwolf. Het is het enige 4-granen wit bier wereldwijd. En Nieke maakt hem eigenlijk dat het zit in de speld. Speld is een oergraan. Van origine eigenlijk ouder als gerst. En dat maakt dit bier eigenlijk heel bijzonder. En een aantal jaren geleden heeft de Gulpener Bierbrouwerij daar een European Star Award voor gekregen voor dit bier. Het is een bovengistend bier met een alcoholpercentage van 5%. Nou, zoals André al zei, een wit bier. En wit bier is onder andere ook met tarwe gemaakt. Wat onze korrelwolf uniek maakt, is zoals André al zei, de grondstofsamenstelling van de 4-granen. En het aroma, wat met name komt van het gebruik van een Duitse Weizen biergiststam. In combinatie met de traditie van de Belgische witbieren, met wat gebruik van kruiden. In dit geval koriander, sinaasappelschil en wat vlierbessenbloesem. Het volgende bier wat we gaan degusteren, dat is Gerardus Wittems Kloosterbier Dubbel. Vroeger werd het bier gebrouwen in het klooster in Wittem. Sinds een aantal jaren heeft de Gulpener Bierbrouwerij de receptuur overgenomen. En van iedere liter bier die wij brouwen en verkopen, dragen wij een gedeelte bij aan de restauratie van het klooster in Wittem. Er zit een foundation mee en vandaar het wordt geïnvesteerd in onder andere cultuur. Het is heel duidelijk een bovengistend bier met een alcoholpercentage van 7%. En dat kun je ook bij verschillende soorten gerechten kun je dat combineren. Nou, uitschenken is heel erg belangrijk. Vooral proberen om het rustig te doen. En ja, ik denk dat je thuis ook kunt laten zien dat het heel mooi kan uitzien. Dus langzamerhand en naar de hand laat je hem eigenlijk zeg maar het bier min of meer vieren. En je schuimt hem eigenlijk af in een hoek van 45 graden van je af. Wat maakt het bier nou zo karakteristiek? Is het gebruik van de melange van de moutsoorten. Waarbij gebruik wordt gemaakt van 4 verschillende moutsoorten. En met name zeg maar de karamelsoorten. Die ervoor zorgen dat het bier een wat meer zoetere nasmaak heeft en de uitgesproken karamel nuances. In combinatie met de giststam die hiervoor gebruikt wordt, geeft het bier een uitgewogen kruidigheid en melange van karameltonen. Zoals je weet, ik ben biersommelier. Ik heb een opleiding genoten op de Deumens Academie in München. En daar heb ik ook kennis gemaakt met dit fantastische apparaat. Dat is de bierstachler. Gulpener Dort, het oudste speciale bier van Nederland. Brouwt de Gulpener Bierbrouwerij sinds 1953. Is een ondergistend bier. Amberkleurig met een alcoholpercentage van 7%. En we gaan het bier karamelliseren met de bierstachler. En eerst het glas uitschenken. Een staafje van 400 graden die gaat in het bier. Het ruikt al in ieder geval erg bijzonder. Kun je heel mooi combineren met verschillende soorten gerechten. En meer daarover kun je vinden op de website van localicious.nl bier-spijscombinatie. Het voegt echt iets toe aan het bier. Een aparte smaak, een karamelsmaak die ik denk ook goed te combineren is met gerechten. En in het kader van Localicious en in ieder geval een goede aanvulling op spijs aan tafel.